In dit filmpje ga ik jullie tonen hoe je een YouTube-video kan toevoegen aan een PowerPoint-presentatie. Ik heb hier een video klaargezet. Het eerste wat ik ga doen is de link kopiëren. Ik doe dat door bovenaan de link te selecteren, rechtermuisknop kopiëren, of ik kan het ook rechtstreeks doen door de link te selecteren, Ctrl-C, of op een Mac, Command-C. Oké, de link is gekopieerd. Ik ga naar YouTube. Ik klik op invoegen. Hier heb ik video. En ik klik op online video. Ik kan verschillende plekken selecteren. Ik kies YouTube. En ik plak de URL. Er zal gezocht worden in YouTube naar de video. Ik kan hem selecteren en invoegen. Dat duurt eventjes. Maar, voilà, video wordt geplakt. Ik ga het een beetje groter maken. Ik wil de video vrij groot hebben op mijn scherm. Dat kan. Maar waar rekening mee als de video op YouTube zelf geen hoge resolutie heeft, dan gaat het hier niet beteren. Hè? Dus als het een video is van een slechte resolutie, is het soms beter om iets kleiner te tonen. Maar ik ga hem zo houden. Nu, als je het zo ziet, zou je denken van, oei, er is iets met die schermverhoudingen. Dat is fout. Dat is enkel in het werkmodel. Ik ga eventjes naar het voorbeeld nu gaan. Hoe dat we de video zien in het echt. Daarvoor klik ik op F5 om mijn presentatie te zien. Ziezo. En je merkt, de video wordt vanzelf weer aangepast aan, aan het scherm. Hè? Dus ga niet gaan panikeren als je ziet dat die resolutie hier een beetje verkeerd staat. Dat is een eerste manier. Tweede manier om een YouTube een filmpje toe te voegen. Ik ga een nieuwe dia maken. Als je een nieuwe dia hebt, kan je trouwens... Je hoeft niet per se naar invoegen. Je hebt ook... Soms, als er een voorgemaakt veld is, zie je soms de video instaan. Een video invoegen. Ik ga er een keer op klikken. Voilà, video invoegen. Nu, voor YouTube moet je niet per se naar YouTube gaan. Je kan van in PowerPoint gaan zoeken in YouTube. Stel bijvoorbeeld, ik wil een filmpje over Gent gaan zoeken. Ik klik op Gent. En allerlei filmpjes worden gezocht. Natuurlijk, een heel goede manier om te zoeken is dit niet. Dus persoonlijk vind ik het beter om eerst op YouTube te kijken, maar het is in principe mogelijk om hier een video toe te voegen aan uw filmpje. Dus opnieuw, ik selecteer de film, ik klik op invoegen. De film zal zich weer, zal weer gemaakt worden en dan kan je die groter en kleiner gaan maken. Ga dus niet dit gaan doen, hier in de midden, zo, want dan ga je wel, denk ik, ervoor zorgen dat je schermverhouding wat verkeerd gaat lopen. Ja, dus ik zou enkel in de hoeken. Alhoewel dan ik denk dat als ik nu ga kijken naar het video, dat hij toch sowieso gewoon in het vak de YouTube video gaat gaan tonen. Ziezo, dat zijn twee makkelijke manieren om een YouTube video in PowerPoint toe te voegen.